Sommige containers reizen over water, anderen over land. De reis over het land gaat via Trucks of Rails. En jaarlijks ontvangen wij daarom veel trucks op onze terminal. Dit vergt nauwe samenwerking van ons en de truckers. Elke truck is vooraf aangemeld. Elke truck is vooraf ingepland. Elke truck kent een specifiek tijdslot. De truck komt aan bij de security in. Een controle of de truck in het afgesproken tijdslot aankomt. De truck passeert verschillende scans. Zoals de OCR, de Optical Character Recognition, in de Visual Gate-In. Die maakt foto's van de truck en zijn container die vergeleken wordt met de vooraanmelding. Alles oké? Dan ontvangt de trucker zijn routeticket bij Gate-In. Is er een probleem? Dan helpt de gate clerk. Hij grijpt in waar nodig. Als alles goed gaat, dan hoef ik niet zoveel te doen. Maar als een truckdrijver me nodig heeft, dan moet ik het snel en netjes afhandelen. Kijk, file en andere vertragingen, die kunnen voorkomen. Soms moeten ze dan even wachten. Dan snap ik ook wel dat iedereen zo snel mogelijk door wil. Het is dan mijn taak om gewoon beleefd te blijven. In de truck transfer zone beantwoordt de trucker veiligheidsvragen. Hij stapt uit, loopt rondom zijn truck voor een check en gaat naar de green zone. Tijdens het laten losproces houdt de trucker de haul tot run knop ingedrukt. Want veiligheid voor alles. De ARMG doet zijn werk automatisch terwijl de trucker toekijkt. De remote stack operator kan de kraan overnemen. Hij is er ook voor de trucker. Als er iets fout gaat, neemt de trucker vanaf de green zone met hem contact op. Container geladen of gelost? Dan gaan onze trucks de terminal uit via Gate Out. Visual Gate Out. En Security Gate Out. Het scannen van de cargo card is de laatste handeling voor de trucker. En de container vervolgt zijn weg.